Nou, hij vertelt wel stukjes, maar hij vertelt nooit hele verhalen. Ik denk dat hij ook mij er niet echt mee op wil zadelen met hoe hij vroeger was. Dat vindt hij vaak een beetje lastig, want hij wordt toch emotioneel als hij het erover heeft. Dat zijn wij, met z'n drieën. Weet je wie ik ben? Rechts, toch? Ja, klopt. Voel je je eigenlijk onveilig doordat die oorlog begonnen was? Of? Op het moment dat we hadden een vrij beschermend gezin. Ik heb heel fijne herinneringen daaraan. Mijn confrontatie was, en daar heb ik altijd heel veel moeite mee gehad, dat ik had een Joods vriendinnetje, nee, niet Joods vriendinnetje op school. Ik was op de openbare school, vlakbij ons huis. En ik speelde daar altijd mee. En misschien was ik ook wel verliefd op, dat zou best kunnen, van die prille liefde. En ik heb op een gegeven moment zei ze tegen mij dat ze niet meer met mij mocht spelen, want ik was een Jood. Nou, daar heb ik dus wel heel veel moeite mee gehad. En soms, nou ja, merkte het dus nu ook wel. En toen was het ook meteen afgelopen, die vriendschap? Toen was, ja, het mocht niet meer.